Het rustgevende programma alle tijden. In deze stressvolle tijd. Dan ga je toch even lekker onderuit zitten op de bank. En dan zet je Railway aan. En dan kijk je ernaar. En dan zie je treintjes rijden. Ja. Het programma bestaat al 25 jaar. Ja. Het boek is geschreven door makers van het programma. Die heten Gerben van Ommen en Joanne Brouwer. Zeg je het boek. Je hebt het toch over het tv-programma. Maar vandaag verschijnt er dus een boek. Joanne, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Waarom verdient Railway een eigen boek? Nou, er valt zoveel te vertellen over het programma wat we eigenlijk niet op tv kunnen laten zien. Dat we dachten, zou het ter gelegenheid van dat 25-jarig bestaan niet leuk zijn om eens al die anekdotes en die achtergrondverhalen op te schrijven. Nou, er was een uitgever die leek dat ook een leuk idee. En zo kwam van het een het ander. Oh, ik wil het allemaal weten. Ik heb me zo vaak afgevraagd. Ik vind het een fantastisch programma. Maar hoe dat dan gaat, dat lijkt me zeg maar, is net zo rustgevend om te maken als om naar te kijken. Nee, dat niet. Nee. Oh, dat het is namelijk hysterisch bij tijd en wijlen. Okay. Maar het is natuurlijk superleuk om het te maken. Iemand zei ooit eens van Railway maken, heel simpel. Je zet een camera op een statief in een weiland. Ja. Wacht tot de trein komt, drukt op het knopje rek en alles komt goed. Nou. Maar dat is in werkelijkheid wel iets anders. Maar het is natuurlijk wel uiteindelijk wat je op tv terugziet. Ja, maar je hebt op een gegeven moment natuurlijk, laten we zeggen, Oostenrijk. En een bepaalde berg en een bepaald dorpje in je hoofd. Ja, dat is een geweldig shot. Dan huur je een drone of die neem je mee. Ik weet niet hoe het gaat. En dan zit je te wachten op het moment dat die trein daar voorbij rijdt. En dan mis je net het shot. Omdat, weet ik veel, er vloog een vogel tegen de drone. Of hij maakte net de hoek niet goed. Dan kan je ook niet. De drone komt naar beneden, hè? Want de accu's houdt soms ook niet vol. Precies, de accu heeft dan dat soort dingen. Ja. Maar kan je dan tegen zo'n machinist zeggen, zet hem even in de achteruit. We willen het nog een keertje doen. Nou, heel soms kan het. Als het een particuliere maatschappij is, maar als het een soort EBB of NS is, dan no way. Nee. Maar weten die machinisten überhaupt dat ze in Railway zitten? Soms wel, soms niet. We vragen natuurlijk wel altijd vergunning. In het geval van Oostenrijk is dat dan een genehmigung om mee te draaien bij de machinist. Maar als we met een drone vliegen, nee, dan zijn ze niet altijd van op de hoogte. Want dat doen we dan natuurlijk doorgaans op een andere dag of ander tijdstip. Ja, je wil ze ook niet zenuwachtig maken natuurlijk. Nee, precies. We hebben het één keer gehad in Zweden dat we vanuit een helikopter met een camera daaronder filmden. En die vloog zo laag dat je ziet die machinist ook echt terugwuiven naar de helikopter. Maar dat is dan weer leuk en dan kan de voice-over nog even zeggen hallo. Hallo. Ja, zeker. Onze onmisbare Bob van der Haven. Ja. Ja, die bemoeit zich volgens mij ook wel redelijk inhoudelijk toch met het programma. Nou, wel met de teksten. Precies. Want die leggen we natuurlijk altijd aan hem voor. En we proberen ze ook wel, om het maar te zeggen, bekkend voor hem te maken. Maar er zijn woorden die hij liever niet uitspreekt. Zoals het woord adembenemend. Adembenemend. Toen wij het eerst, ja, mijn collega Gerben en ik, we maken samen het programma. Toen we Bob voor het eerst tegenkwamen, toen wij het overnamen van onze voorgangers. Toen zei Bob, ja jongens, hier staat een adembenemend uitzicht aan het eind van die aflevering. Maar dat is echt een no-go. Dat is zo'n enorm cliché. Oh, dat heb ik ook zo vaak gezegd. Ja. Dat doe ik echt nooit meer. Ja. Dus we zeggen altijd, sinds die tijd zie je nog wel adembenemende uitzichten, maar je hoort er niks meer over. Joanne, ik vraag dit voor een vriend. Ja. Met baard. Ja, ja, ik ken hem. Ja. Ja. Waarom heeft het programma geen presentator? Oh ja. Ja. Nou, omdat we Bob hebben, denk ik. Bob leidt ons door het programma heen. En het is zo gegroeid en het is heel fijn werkzaam. En een presentator, dat weet je collega dan ook wel, kan ook heel erg afleiden. Ja, of juist weer dingen verduidelijken. Dat je nog even wat leuks vertelt over Zweden en zo. En het is gezellig en allemaal zo gekomen is. Maar ja, dat kan Bob natuurlijk ook doen. Ja, Bob kan het ook doen. Nou ja, die weet in de toekomst, hè. Je weet nog niet wat allemaal mogelijk is. Nee. Joanne, nou ja, dit is volgens mij wel een leuk boek om te lezen, toch? Want, ja, en het is ook leuk om te zien, want er staan veel foto's van achter de schermen waar we in en verhalen waar we dus op tv niks mee kunnen. Nog veel meer leuke verhalen. En wat een goede tijd om een boek uit te brengen. Dat dacht ik. Ja. En de eerste druk is uitverkocht, dus iedereen die nu misgrijpt, er komt een tweede druk aan. Nou, het staat al goed op de rails, zo te horen. Zeker. Oh, maken jullie nou heel veel van dat soort grapjes? Of word je dan ook standrechtelijk geïnstructeerd? Anderen maken ze meestal. Wij zijn nog een beetje op uitgekeken, zeg maar. Ja, dat snap ik. Ja. Dan krijg je de voice-over weer over je heen. Ja, precies. Leuk. Nou, gefeliciteerd met jullie boek. Dankjewel. Dag Joanne. Dag Joanne. Hoi. Hoi. Ja, de grote vraag nu, Jeroen, is even Bob jij of Bob ik? Zal ik even boppen? Allebei Bob. Nee, zal ik even boppen? Allebei Bob. Iedereen Bob. Ik heb hier een adembenemende platen. Ja, lekker treinplaatje. Mooie vergezichten. Op reis naar het nieuws van 8:30 met...